Ik ben Barbara, Barbara Delke-Kuinig. We hebben twee geweldige jongens. En vanaf toen ze jong waren, ben ik eigenlijk al begonnen met verhalen met ze te verzinnen. Ik zei een woord en daar kwam een verhaal uit. Ik vind het namelijk super fijn om mensen te verbinden, dus ook kids te verbinden. In dit geval met het verhaal met hun ouders. Dit vond ik zo en vind ik nog steeds zo tof om te doen, dat ik eigenlijk het heel graag met andere ouders wil delen. Verhalen verzinnen. Verhalen verzinnen is zo oud als de weg naar Rome, nog veel ouder. Verhalen verzinnen is iets wat tot iedereens verbeelding spreekt. En dat is ook de reden waarom ik toen begonnen ben met onze jongens. Ik kroop in bed met ze, dat doe ik nog steeds, ze zijn 12 plus. En jij verzint een woord, jij verzint een woord en dan ontstaat een verhaal. En heel vaak is het verhaal dan ook iets wat bewust of onbewust ook speelt gedurende de dag of iets wat ze hebben meegemaakt. En hele knotsgekke verhalen worden dan verzonnen. Dus verhalen voorlezen, supergoed, hartstikke mooi. Verhalen samen verzinnen, nog vetter. Ik ben Anna de Jong, ik ben illustratrice en ik doe mee aan het bedboekproject. Omdat ik het een super mooi idee vind om ouders met hun kinderen zelf de verhalen te laten bedenken en te vertellen. Voor mij is het super leuk sowieso om te zien altijd hoe mensen mijn werk interpreteren. Het is elke keer weer heel anders dan dat ik het zelf heb voorgesteld. En aan mij is dan de taak om de elementen hiervoor te creëren en de omgevingen te tekenen. En ik ben zelf ook heel erg benieuwd wat er uit gaat komen. Dus, ik hoop dat jullie ook benieuwd zijn en ons steunen. Het boek is niet alleen maar voor in bed met je kinderen, maar het kan ook zijn op andere momenten waarbij kinderen een bepaald onderwerp kunnen spreken, maar dan in de vorm van verhaal, door dus aan een verhaal te verzinnen. Het kan met een docent zijn, het kan in een vluchtelingenopvang zijn, het kan bij een opvoedpolie of bij een ouder-kind ontmoeting. Het kan op heel veel plekken. Het gaat erom dat je samen een verhaal verzint met alle ervaring, kennis, en andere dingen die je hebt als je samen bent. En het boek willen we zo maken dat je illustraties hebt. En je hebt een mogelijkheid om spullen te verzamelen, de kids te verzamelen. Als je ergens aan het lopen bent, stop je in je boek. En dat je dat allemaal kan gebruiken, ook stickervellen, om jouw eigen verhaal te maken. Om dat idee voor elkaar te krijgen, de eerste druk hebben we dus heel graag een bijdrage van jullie. Die hebben nodig. En wat jullie daarvoor terugkrijgen, kunnen jullie teruglezen op de site. Voor nu is het echt super belangrijk dat we de eerste druk voor elkaar krijgen. Dus te gek als jullie ook een bijdrage willen leveren aan het bedboek/ondertitel die jullie misschien verzinnen.